Door de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van data te vergroten, faciliteren we een datagedreven beleid. In deze video zien we hoe in het lerend netwerk Studiesucces opleidingen ervaringen delen en elkaar inspireren bij het gebruik van data rond studiesucces. Inge Geerts vertelt waarom er rond studiesucces wordt gewerkt en wat de meerwaarde is van een lerend netwerk. Studiesucces staat voor het succes van de student in de studie en is meer dan studierendement alleen. Het gaat over de student op de juiste plaats, de juiste begeleiding, de juiste ondersteuning en de juiste didactische aanpak. Dus goed onderwijs eigenlijk in het algemeen. Vanuit de dienst Onderwijs en Studenten en de dienst Kwaliteitszorg leveren we ieder jaar beleidsadviezen af aan opleidingen als het gaat over hoe kan je onnodige studieuitval of een onnodige studievertraging vermijden. Tot voor kort ging eigenlijk iedere partner studenten, partner onderwijs en partner kwaliteitszorg vanuit zijn eigen bril aan de slag met data, met rapporten en ging van daaruit vanuit zijn eigen domein beleidsadviezen formuleren naar de opleidingen toe. En met het lerend netwerk proberen we om de mensen samen te brengen rond die cijfers, rond data, rond rapporten. En proberen we eigenlijk dat de partner studenten, onderwijs en kwaliteitszorg samenwerkt. Dus zij gaan samen data analyseren, erin duiken, vanuit hun eigen bril besluiten trekken, maar ook elkaar aanvullen, kijken van waar zitten blinde vlekken van elkaar. Dus zo komen ze tot uitwisseling en leren. En tot een mooier advies of een verdiepender advies naar opleidingen toe. Opleidingen kiezen zelf of ze deelnemen aan het lerend netwerk. Is het op dat moment een opportuniteit? Is er een vraag vanuit het beleidsplan? Dan kunnen zij zeggen van volgend academiejaar stappen wij erin en vaardigen wij onze partners af om naar dat lerend netwerk te komen, een viertal keer per jaar. Ook de expert studie- en studentenbegeleiding sluit aan en de collega's van data management sluiten ook aan om zo samen te leren van elkaar en mooie adviezen te geven aan de opleidingen. Opleidingen die tot nu toe deelnamen zijn alvast heel enthousiast en kunnen heel mooie concrete resultaten voorleggen. Dankzij het lerend netwerk Studiesucces creëren we een moment van uitwisseling en leren. Hierdoor geven we datagedreven beleid een structurele plaats in onze hogeschool. Landa en Mertens van het datateam licht kort hun werking toe en hoe zij het lerend netwerk faciliteren. Wij als datateam faciliteren het lerend netwerk door data toegankelijk te maken voor alle opleidingen. Dat doen we door te antwoorden op ad hoc vragen, maar ook door rapporten te schrijven die we ter beschikking stellen op datapunt, dat eigenlijk opleidingen zelf kunnen gaan kijken wat voor hen relevant is. Dat gaat dan over achtergrondkenmerken die relevant kunnen zijn voor studiesucces. We geven ook opleidingen aan de verschillende OV's, aan rectoren, aan kwaliteitszorg, zodat zij zelf heel concreet kunnen gaan werken met de data die wij aanbieden. Als laatste geven toe Nele en Claudine hun ervaringen mee als deelnemers aan het lerend netwerk Studiesucces. Ik vond het een meerwaarde omdat ik recent partner kwaliteitszorg ben en ik het ook wel eens wou leren om ondergedompeld te worden en te leren omgaan met alle cijfers die beschikbaar zijn. Dat is iets waar ik weinig kaas van gegeten had, dus voor mij is het wel interessant om daar op door te gaan. Wat is de meerwaarde geweest van het lerend netwerk voor onze opleiding Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs? We zijn gaan kijken naar het beleidsplan hè, en daar willen we eigenlijk gericht gaan inzetten op een meer diverse instroom en ook doorstroom. We zijn dan in Datapoint gaan kijken uit welke scholen, secundaire scholen, wij onze studenten gaan recruteren. En dan zijn we eigenlijk gericht acties gaan ondernemen, zijn we die secundaire scholen ook gaan aanschrijven om te gaan kijken van kijk, zijn jullie geïnteresseerd in een voorstelling, in een presentatie, ook een kleine workshop van onze opleiding kleuteronderwijs. En op die manier hebben we eigenlijk veel gerichter studenten kunnen gaan informeren over onze opleiding en hopen wij natuurlijk dat zij volgend jaar zich gaan inschrijven in onze opleiding, dat we hen warm hebben gemaakt. We hebben met de graduaten van management ervoor gekozen om deel te nemen aan het lerend netwerk Studiesucces, omdat we merken dat er heel wat drop-out is bij onze studenten. We hebben dat ook opgenomen in ons beleidsplan, dat dat echt een heel belangrijk gegeven is. En daar willen we dan ook effectief binnen de graduaten heel sterk op inzetten om hen meer te begeleiden en hen te zorgen dat ze afstuderen natuurlijk. Wat we ook een zeer grote meerwaarde vonden, is dat we als partnerteam samen kunnen werken. Dus dat zowel vanuit onderwijs, vanuit kwaliteit, als vanuit studenten er samen een blik geworpen kan worden op die data en dat we zo verder kunnen kijken welke acties we kunnen opzetten.